natuurlijk is de teleurstelling daar. Hè, op het moment dat je degradeert. Het besef dat je in ieder geval weer één jaar op vrijdagavond door het land moet gaan crossen. En in bepaalde stadions voor misschien 1000 mensen moet gaan spelen. Go Ahead Eagles won afgelopen seizoen nog van landskampioen Feyenoord. Dit seizoen is het Jupiler League. Stelt je toch heel anders iets anders voor bij de aanvang van het seizoen. We kwamen net terug na één jaar afwezigheid Super League, kwamen we weer terug in de Eredivisie. Dus dan heb je zeker de ambitie met elkaar om langer dan één jaar in de Eredivisie te blijven. Ze waren pissig bij de club. Hard met deur geslagen, ja. Maar dat gebeurt eigenlijk al bij elke nederlaag, zou je kunnen zeggen. Maar een crisis is denk ik wat te zwaar aangezet. Want het kan stukken erger. In 2002-2003 was de club failliet. Dus als we het over crisis hebben, kijk, dan moet het wel in perspectief plaatsen. Sindsdien controleert een klein groepje gepassioneerde aandeelhouders de club. Soberheid is daarbij troef. En dat betekent heel simpel niet meer geld uitgeven dat je binnenkrijgt. Want dan blijft het goed gaan. Overigens, de consequentie daarvan is wel dat als je op een redelijk laag inkomstenniveau zit, dat je sportieve ambities natuurlijk ook moet bijstellen. Flexibilisering van de uitgaven, daar gaat het om. Zoals met de salarissen van de spelers. Dat betekent dus concreet dat de spelerscontracten een salaris A en een salaris B bevatten. Salaris A Eredivisie, salaris B niveau eronder. En dan moet je denken aan bij wijze van spreken 100 in de Eredivisie en dan 60, 65. Of in bepaalde gevallen zelfs 50 in de Super League. Ondertussen blijven de ambities een stabiele Eredivisieclub te worden. Zoiets als Vitesse of FC Groningen. Dat kan alleen als het aantal toeschouwers groeit. We hebben hier een fantastisch vernieuwd stadion sinds 2 jaar. Met die verbouwing toen we promoveerden, toen zijn we weliswaar vorig jaar naar een omzet gegroeid van 7,7 miljoen. Maar dan nog zit je bij de onderste. En dat betekent dat zolang je in die positie zit, dat je bij de money-wise als het ware bij de laagste 3 van de Eredivisie zit. En dan moet je beleid hebben afgestemd op een mogelijke degradatie. Ondanks het feit dat je sportief iets anders nastreeft. Het is een ander niveau. Er wordt harder gewerkt. De Eredivisie is helemaal beter. Ze moeten wel met de riemen roeien die ze hebben. Begrijp je? Het budget ging dan ook zo'n 30% omlaag. Maar die lagere divisie heeft ook zijn voordelen. Het positieve eraan is dat als je in de Eredivisie speelt, zoals het afgelopen jaar, en continu tegen degradatie aan het vechten bent, je niet zoveel wint, dus ook niet zoveel te vieren hebt. En dat is natuurlijk op zich wel weer, in de divisie eronder ga je als het goed is meer winnen en dus meer plezier hebben vanuit dat perspectief. Maar we hopen wel zo snel mogelijk weer in de Eredivisie in te spelen. Dat valt nog niet mee. De eerste 4 wedstrijden leveren nog maar 3 punten op.